FabLab Erpenmeren beschikt over een Formeg 450DT vacuümvormer. Vacuümvormen wordt gedaan zoals de naam het zelf al verklapt. De gewenste mal wordt gevormd door een plastic plaat rondom een model vacuüm te trekken. Het is een zuiver mechanisch proces waar geen software nodig voor is. Onze vacuümvormer heeft een werkgebied van 43 bij 28 cm en een diepte van maximaal 16 cm. Om te beginnen schakelen we de machine in met de schakelaar aan de linkerzijde. En we kunnen de knop op het aanraakscherm alvast gebruiken om het verwarmingselement al voor te verwarmen. Vervolgens plaatsen we het model in de machine en laten we de tafel van de machine naar beneden zakken. Daarna plaatsen we hier een kunststof plaat over en zorgen ervoor dat deze langs de siliconenrand overal voldoende afsluit, om ervoor te zorgen dat er geen verlies is tijdens het vacuümtrekken. Hierna leggen we de kader van de machine eroverheen en klemmen we deze vast door middel van de hendels. Als alles op zijn plek ligt, trekken we het verwarmingselement over de kunststofplaat. Hierdoor warmt deze op en wordt de kunststofplaat slap en vervormbaar. Het verwarmen kan handmatig ingesteld worden. De verwarmingstijd is afhankelijk van de materiaalsoort en de plaatdikte. Indien je meerdere keren hetzelfde materiaal gebruikt, dan kan je de instellingen opslaan. Het verwarmen van de plaat is de meest cruciale stap. Als de plaat niet warm genoeg is, zal ze niet voldoende vervormen. Is de plaat te lang verwarmd, dan kan je ze stuk trekken tijdens het vacuümtrekken. Als het materiaal de optimale temperatuur heeft bereikt, brengen we de verwarmingsplaat terug naar achter en gebruiken we de hendel om de tafel met het model terug omhoog te duwen. Doordat de plaat nu zacht is geworden, kunnen we het model in de plaat drukken. De laatste stap is het vacuümtrekken zelf. We drukken hiervoor op de knop die de vacuümpomp activeert. Deze vacuümpomp zuigt de lucht onder en rond het model weg, zodat de plaat mooi de vorm van het 3D-model zal aannemen. Wacht nu een aantal seconden tot wanneer de plaat opnieuw voldoende afgekoeld is, en daarna kan je de klemmen losmaken en kan het model uit de plaat verwijderd worden. Achteraf kan je de plaat nog bijsnijden als dat nodig zou zijn.